precious. Hey Ubisoft mensen, wij zijn hier vandaag tezamen, Tessa en ik, omdat wij eindelijk de Collector's Edition van Assassin's Creed hebben gekregen, de Buccaneer Edition. En voor de smartasses onder jullie, Buccaneer wil eigenlijk zeggen piraat. Je hebt hem juist opgezocht. Ik heb het opgezocht, Google. Altijd handig. En we doen een unboxing. Ja. En even goed kijken wat er allemaal in zit. Daarna geven we zelfs een versie weg. Dus voor de aandachtige kijkertjes, jullie kunnen deze prachtige Buccaneer Edition winnen. Kom, spannend. We eerst hebben keer, hem zelf ook nog niet gezien. Eerste dus. Keer hebben we hem zelf ook ja. open doen, dus dit is niet ingeoefend. Het is een beetje sukkelen, dat kan altijd eens gebeuren. Een prachtige harde kist. Dat is een mooie collectorbox. Ja, een mooie collectorbox. Het is zelfs vrij groot, ik had het zelfs niet verwacht dat het zo groot ging zijn. Momentje, hè. Wacht, zal hem vasthouden. Houd hem eens vast, Tessa. Ironie, mannen op kantoor. Ik krijg het niet open. Allee, wacht. Ja. Yes. Wat zit daar allemaal in? Om te beginnen, een prachtig artworkboek. Waar daar verschillende tekeningen en schilderijen in staan van Assassin's Creed Black Flag. Allemaal in het piratenthema. Een prachtige enveloppe met Lito's geloof ik dat erin zitten. Natalito's. Natalito's. Om op je kast te zetten. De game natuurlijk. Voor zij die daar nu aan het kijken zijn en zeggen shit, dat is PlayStation 3, we willen hem op 360 hebben. In de wedstrijd vragen we gewoon welk platform. Ja, dat vind ik ook voilà. En dan kan jij kiezen welk platform dat je wilt en dan sturen we hem op het juiste platform. En bij de PS3-versie zit er natuurlijk ook 60 minuten extra gameplay bij. Dat wel. Niet te vergeten. Dat wel. Bovenop al de list van de exclusieve UAC die je erbij krijgt bij de Collector Edition, dus dat is ook toch wel de moeite waard. Inderdaad, want de Collector Edition heeft sowieso een aantal extra singleplayer missies, een extra aantal kostuums, een aantal extra wapens. Ja, met ook nog eens extra 60 minuten gameplay die erbij zitten, dus een aantal verschillende missies, 3 verschillende missies. Dat is een aantal boot terugvinden, schat terugvinden, dus weer 60 minuten extra erbij. Oldschool, een prachtig CD. Ja, dus de officiële soundtrack van de game is gemaakt door Brian Tyler, een Amerikaanse componist. Het is allemaal opgenomen, ik weet niet of dat jullie weten dat dat zo werkt, maar dat is echt allemaal in concertzalen opgenomen, exclusief gemaakt voor Assassin's Creed 4 Black Flag. Ik denk dat er ongeveer 34 tracks zijn gemaakt voor de game. 34 tracks? Ja. Meer dan een gemiddelde CD. Dat is inderdaad. En dan de pièce de résistance. Prachtige. Ik moet het lager houden volgens de cameraman, sorry. Alles gebeurt hier in één take. Dus, prachtige figurine met een vlaggetje bij. Van Edward Kenway. En de natuurlijk de, hoe noemt het, de backboard van het schip waar dat hij op komt te staan. Achtersteen. Het kraaiennest, denk ik. Achtersteen. Dat het kraaiennest? Het kraaiennest, ja. Geen flauw idee. Dus dat zit er in de Collector's Edition. Als jullie hem niet hebben besteld, kunnen jullie hem nog altijd proberen te winnen door subiet deel te nemen aan onze wedstrijd. Daarnaast hebben we ook nog een prachtige Assassin's Creed vlag. Ik weet niet of dat jullie hem kunnen zien. Ja, die geven we allemaal weg. Hè. Alles wat hier op de tafel ligt, dat is allemaal voor jullie. Ja. Dus ik zou zeggen... Een prachtige skull. Neem deel aan de wedstrijd. Hoe gaan we dat doen? Like en share en comment hieronder. Zoveel mogelijk. En wij kiezen er willekeurig één winnaar uit die met deze prachtige collector edition naar huis gaat. Dat klopt. Een onschuldige hand zal hieronder iemand trekken die dat game wint. Prachtige collector's edition en de extra goodies. En die kan dan aan de slag met Assassin's Creed 4 Black Flag. Veel succes, mannen. Succes. Ciao.